Vanmorgen was de kennismaking van de eerste klasse met hun mentoren en dus ook tutoren. En hier hebben ze gewoon informatie gekregen van hoe het volgend schooljaar allemaal te werk gaat. Ja, we doen dit altijd een week voor de vakantie, dus voordat ze opnieuw beginnen. En dat doen we eigenlijk om ze gerust te stellen. Gewoon van dit wordt jullie nieuwe klas, dit wordt jullie nieuwe mentor. Om even een eerste indruk te geven van wat de school is. En zodat ze niet zo heel gespannen die vakantie ingaan. Het was heel leuk met de klas, om te kijken met wie in de klas zit. We zijn naar meerdere scholen geweest en Trinitas is voor ons de beste keuze, zeg maar. Het voelde hier gewoon goed. Het voelde prettig. Prettige sfeer, prettige atmosfeer. Ik heb voor deze school gekozen omdat ik graag naar een kleinere school wilde en naar het gymnasium. En toen kwam ik vrij snel uit op het Trinitas. Het is een hele kleine, rustige school en iedereen kent elkaar gewoon. En iedereen is dan ook heel aardig. En je krijgt wat mij betreft best wel veel persoonlijke aandacht, omdat er dus niet heel veel leerlingen zijn. Ik heb natuurlijk een klas met hele lieve leerlingen en ook allemaal verschillende leerlingen. Wat ik ontzettend leuk vind aan deze school is leerlingen echt uit heel Almere, van allerlei komaf. Dus dat wordt wel weer leuk dit jaar. Ik ben de mentor van de GNE, dus ik heb gevraagd wat stelt de letter E voor en ze hebben gezegd enthousiast. De eerste indruk is altijd goed, want ze zijn altijd heel erg gespannen en ze vinden het heel leuk om hier te komen. Ja, het was wel echt heel leuk. Ik vond het leuk, de klasgenoten waren aardig en grappig en ik heb er een goed gevoel over. Ik verwacht een hele leuke tijd en een leerzame tijd. Ik hoop een hele mooie leuke tijd waar ze veel leert wat ze wil leren en ja, dat ze kan gaan doen wat ze wil gaan doen. Dat ze ten eerste heel erg naar de zin zal hebben. Dat ze op een goede plek zit. Dat is voor mij heel erg belangrijk. Ja, en dan uiteraard dat ze gewoon een goed onderwijs krijgt. Het gaat natuurlijk wel allemaal wennen zijn, omdat het is een nieuwe school, nieuwe kinderen, nieuwe klas. Ik heb er vooral heel veel zin in.